Hallo allemaal, welkom op mijn YouTube kanaal. Vandaag gaan we weer een beetje shredden in de buurt van, ja, zou ik zeggen gewoon Limburg. En we zijn vandaag met niemand minder dan Jordi Kuipers. Yo. Eens kijken wat we er vandaag van gaan maken. Tot zo. Shut up and sit down. Yes, ready. Laat het allemaal vrij doen, ja. Oké, dus het was een tijdje vrij stil op mijn YouTube kanaal. In deze video gaan jullie zien waarom dat het was. Zoals jullie in de teaser al een klein beetje konden zien, ging er iets niet helemaal goed. Maar daar komen we aan het einde van deze video op terug. Daarna viel er trouwens ook weinig meer te filmen. Ja, dat gaat wel. En nou niet meer. Ik ga die laatste dingen weer oprunnen, zeg maar. Ik weet nog niet of ik hem doe. Ik kan van alles. Ja, zou ik doen. Maar ik denk dat ik halverwege stop hier. Yo. Yeah, let's go. En zo klinkt dus een klaplong, twee gebroken ribben en twee gescheurde wervels. Dit maakte meteen een einde aan deze dag. Ik heb dit fragment inmiddels al veel te vaak teruggekeken,
Maar de eerste keer was ik behoorlijk geschrokken. Ik moet hier zeker 10 minuten op de grond hebben gelegen, waarvan ik bijna niks meer weet. Dit werd dan ook mijn allereerste ritje in een ambulance, hopelijk ook de laatste, waardoor ik werd afgezet bij het Zuiderlands ziekenhuis voor een dubbele overnachting. Als ik zeg een dering. Rustig jongen. Blijf maar rustig liggen. Je bent bij, hè? Je bent bij, hè? Ja, je hebt een ontzettende pijn in je ribben, denk ik, hè? Hé, hey, klopt dat? En je rug. Blijf liggen, blijf liggen. Niet opstaan, goed? Je gaat niet opstaan. Ik probeer eerst even je helm af te krijgen. We gaan in slow motion even terugkijken wat er nu precies fout ging. In de eerdere runs was er wel te zien dat ik in mijn hoofd nogal wat moeite had met deze sprong. Uiteindelijk dus toch de sprong gewaagd. En na het terugkijken van deze video blijkt gewoon dat ik te weinig toewijding had en vertrouwen om de sprong fatsoenlijk te nemen. Hierdoor absorbeer ik de sprong, mijn achterwiel bokt daardoor omhoog en haal ik simpelweg de landing niet. Dus ik nose bonk hem gewoon boven op de berg en ik word dus gewoon over de fiets heen gecatapulteerd. Flat on my back. Ik ging hier iets doen wat buiten mijn comfortzone lag. Gelukkig was ik wel zo wijs om van tevoren mijn full face helm en rugprotector aan te doen, anders had het er heel anders uitgezien. Op het moment dat ik dit inspreek is het alweer 6 weken geleden dat ik op mijn mijl ging. Ik ben redelijk herstellende. Ik heb nog niet gefietst, althans niet real life on the road of in the woods, maar wel op de tax. Vandaag naar de fysio geweest en die heeft mij gezegd dat ik rustig aan weer mag beginnen met fietsen op de weg. Dus dit jaar doen we nog maar eens even rustig aan, maar volgend jaar zijn we er weer. En dan nog even een shout-out naar iedereen die mij die dag geholpen heeft. Echt jongens, enorm bedankt. Vooral Jordi Kuipers. Die gast is gewoon tot 8:30 s'avonds bij mij in het ziekenhuis gebleven. En heeft ervoor gezorgd dat al mijn spullen thuis kwamen. Dus super tof man, dankjewel. Iedereen bedankt voor het kijken en hopelijk tot de volgende. Oké, bye bye.